Enkele studenten uit Brokkepoonde die participeren aan het Rozebelt studiebeurzenprogramma zijn in de maand mei getraind in het schrijven van projectvoorstellen. Deze training is onderdeel van het volledig door Rozebelt gefinancierd beurzenprogramma voor studenten om het voortgezet onderwijs in Paramaribo te volgen. De projectvoorstellen die zijn voorbereid hebben betrekking op de gemeenschapsontwikkeling in Brokkepoonde. De studenten hebben vandaag in de conferentiezaal van Krasnapolski hun projectvoorstellen gepresenteerd. Voor de uitvoering van het beste projectvoorstel heeft Rozebelt $5,000 beschikbaar gesteld. Jerry Finisi, Sustainability Manager bij IM Gold, maakte namens de jury de winnaars bekend. Deelnemers, de studenten uit Brokkepoonde allemaal bedanken voor hun inzet. Het waren allemaal geweldige projecten. Voor het proces waarin wij nu zijn, hebben wij gesteld dat wij eigenlijk één project zouden financieren. Maar tijdens het bekijken van alles hebben we geconstateerd dat al die projecten als zodanig zo geweldig zijn. Dat mijn collega Charmille de donatie, van die eigenlijk mijn donaties doen in Paramaribo, heeft gesteld dat zij ook naast mij ook een project zou financieren voor Brokkepoonde. Dus dat wil zeggen, we hebben twee projecten eruit gelegd. En die andere zes, of die andere projecten die over zijn gebleven, die gaan we verder bekijken met andere partners voor financiering. Omdat het allemaal goede projecten zijn en Rozebelt is ervan overtuigd dat we samen met andere partners allemaal zullen gaan implementeren. Dus ik wil iedereen feliciteren en ik wil hiermee aangeven dat twee projecten die nu in aanmerking komen voor financiering, dat gaat om de basic life training. Waarom? Waarom hebben we gekozen hiervoor? Eigenlijk passen al die projecten binnen ons beleidsgebied. Maar deze gaat voornamelijk om jongeren en drop-outs. En in Brokkepoonde weten we dat het een significante probleem is met jongeren die eigenlijk niet verder naar school kunnen gaan. En het pad van andere activiteiten is anders dan een mogelijkheid hebben om terug te komen in een reguliere arbeidsmogelijkheid. Dus wij hebben dus gekozen hiervoor om het te financieren. En ik ben ook blij te horen dat ze ook met KRU willen gaan werken. Iets dat al heel bekend is in Paramaribo. Daar gaat het eindelijk ook naar Brokkepoonde. Dus vandaar. Dus Chiquita en Even. En nou, Christa, gefeliciteerd. Tweede is de swimming course. Dat is Scrim and Night courses. Dit projectvoorstel naaicursus in het district Brokkepoonde is gepresenteerd door Sisian Gedeman. Zij gaf aan voor dit project gekozen te hebben omdat zij het ondernemerschap in Brokkepoonde wil stimuleren. Het moet er namelijk toe leiden dat de bevolking met hun eigen creativiteit in hun economische behoeften voorzien. Dit zal ik doen door een naaicursus te verzorgen aan 30 mannen en vrouwen uit het district Brokkepoonde in de dorpen Klaaskreek en Bronsweg. Ik heb voor dit project gekozen omdat er geconstateerd is dat er in het district Brokkepoonde weinig mensen zijn die kleren weten te maken. En verder is het ook heel duur om naar de stad af te reizen om kleren te kopen. Vooral als het gaat om de schoolkleding. Het komt dan in de bevolking hun voordeel als er modisten in het district zijn. Mijn projectmanagement ziet als volgt uit. Ik ben de projectcoördinator en ik zal nog verder werken met twee andere controlehouders in de dorpen Bronsweg en Klaaskreek. Enkele partners waarmee ik te werk zal gaan zijn SAO, Stichting Arbeid, Mobilisatie en Ontwikkeling. Zij zullen de lessen verzorgen en de mensen verder begeleiden om met hun eigen onderneming te starten. En dat was Sistian Gedemang, een van de winnaars van de training voor het schrijven van projectvoorstellen. De training is verzorgd door Karin Rivos, Managing Director van STAS International.